Hoe maak je van een lelijke beschadigde muur een eyecatcher? Heel simpel, met Abondanza stucco, stencils, krijtverf, glaze en metallic paint. Als eerste maakte ik de muur iets gladder en egaler met een dunne laag stucco kalkpleister. Mijn bedoeling is om een soort spatwand te creëren met tegelstencils. En de bovenkant van de muur ga ik decoreren met mandala stencils en andere voorwerpen. Zet de stencils even vast met een beetje tape, maar zodra je stucco aanbrengt, blijven ze eigenlijk al vanzelf kleven. Voor het aanbrengen kun je werken met allerlei tools. Een plamuurmes, plamuurrubber, spachtels of, zoals ik hier doe, een deegschraper. Ik werk met twee verschillende tegelstencils en hier begin ik met de tweede, die laat ik aansluiten op de eerste. Zo breng ik de hele spatwand aan en ik wissel steeds de tegelstencils. Ik gebruik dan de een, dan de ander en soms draai ik ze om. Als de spatwand met tegelstencils klaar is, ga ik verder met de bovenkant van de muur. Ik ga hier werken met verschillende mandala stencils. En zoals je ziet heb ik de randen weggeknipt. Dat is handig om in hoeken te komen of om stencils op elkaar te laten aansluiten. Behalve stencils kun je ook andere voorwerpen gebruiken om structuur aan te brengen. Ik heb hier een soort gaas, ik weet niet eens meer waar het van is. En daarmee breng ik random ook wat structuurtjes aan op de muur. Als ik klaar ben met alle stencils en de stuklaag helemaal is opgedroogd, is het tijd om kleur aan te brengen. Eerst een egale laag krijtverf in de warme vergrijsde tint Long Island.
Daarna ga ik met twee kleuren glaze de stencilmotieven en structuren accentueren voor een levendige uitstraling. Ik werk met de kleuren zink en Long Island. Op onze website lees je op de pagina Color Wash precies hoe dit in zijn werk gaat. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Ten slotte werk ik de hele spatwand met het tegelmotief af met high gloss metallic verf in de kleur koper. Ik gebruik een plat sponsje om de metallic verf over de gestencelde delen te strijken. De high gloss metallic verf is vlekbestendig, maar die tussenliggende delen waar alleen de glaze zit, wil ik wel beschermen. En daarom werk ik het geheel af met twee lagen Abundanza zijdeglansfinish. En voilà! Onze muur is een echte eyecatcher geworden. De koperverf past geweldig bij het vergrijsde groen van de keuken. Mocht jij overigens ook de Bodarp keuken van IKEA hebben, dan even een tip. Wij hebben deze kleur in het assortiment opgenomen. Bodarp Green, nummer 257.